deze morgen weer lekker met de koffie op maandagmorgen. En we zitten alweer in weekvlog 3. We gaan naar de 20 weken deze week. Mijn weekvlog begint natuurlijk op maandag. En op donderdag begint eigenlijk mijn zwangerschapsweekcyclus, zal ik het maar even noemen, opnieuw. Dus donderdag ben ik 20 weken. Ook de allereerste harde buik al ervaren. Ik zal dadelijk eventjes een foto hiertussen plaatsen, zodat je het eventjes kan zien hoe dat eruit ziet. Want dat is wel degelijk echt wel een verschil met normaal. En hoe kan ik dat omschrijven? Het is niet dat je denkt van, oh, ik heb pijn. Het is geen pijn. Het is alsof het heel erg strak staat. Nou, en hard. Ja, mijn huid glimde ook gewoon helemaal. En ik had het idee dat ik op geen enkele manier eigenlijk lekker zat. Maar ook had ik het idee, er vloog een vogel tegen mijn raam. Nou ja, ik hoop dat hij nog leeft. Zal daar even kijken. Maar je hebt het idee dat je gewoon op geen één manier lekker zit. En je krijgt bijna geen lucht, omdat er geen ruimte voor die lucht is. Nou, dat is best wel vervelend. Maar het doet dus geen pijn. En ik dacht altijd dat een harde buik, nou, dat voel je wel aankomen en dit en dat. Maar nee, het doet gewoon niet zeer. Dus je voelt dat bijna niet aankomen. En het heeft best wel lang aangehouden. Het zijn niet, want ik dacht ook altijd dat het momenten waren. Want het zijn natuurlijk gewoon oefenweeën. Maar bij mij bleef het constant. En dat ik echt op een gegeven moment dacht, nou, dit is volgens mij niet helemaal goed. Toen ben ik het even op internet gaan zoeken. En dan moet je dus wel even rustig aan gaan doen, meid. Dus, nou, en rustig aan doen. Ik heb dat was de dag dat ik bij mijn moeder geholpen had. 'S avonds kreeg ik het voordat ik naar bed ging. Maar hier eventjes een foto hoe dat er even uitzag. 'S avonds is je buik veel groter als 's ochtends. Dus dan staat hij ook wel wat meer op spanning. Je hebt natuurlijk heel de dag gegeten en gedaan. Als je 's ochtends wakker wordt, is hij een stukje platter. Helemaal plat wordt hij niet meer, maar hij is wel een stukje platter. Nou heb ik tegenwoordig ook dat ik de bewegingen echt kan voelen. Ik zei natuurlijk eerst dat ik bij de echo, dat was de 20 weken echo, helemaal geen bewegingen kon voelen, terwijl het echt heel erg actief is. En nou tegenwoordig voel ik steeds meer. En ook een beetje altijd rond dezelfde tijd. Dus dat is ook wel grappig. Ik kan het altijd het meeste voelen. Dat is tussen 3 uur 's middags. Of ja, eigenlijk tussen 4 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Zo'n beetje rond etenstijd. Dan wordt het een beetje actief. En heel soms, heel vroeg in de ochtend, kan ik het wel eens voelen. Als mijn vriend zijn wekker gaat en hij wil naar zijn werk gaan, dan voel ik ook wel eens het een en ander. Maar ja, dat is wel heel erg vroeg. Nou, laten we ook eventjes mijn buik zien hoe dat hij er nu uitziet op 19,5 week in de ochtend. Nou moet ik er ook wel bij zeggen, ja dit is misschien niet voor de meeste mensen, maar ik ben natuurlijk van mezelf tenger. Dus ik heb wel een wat kleiner buikje als gemiddeld. Ik heb een beetje een buikje zoals dat de meeste sportvrouwen het zullen krijgen. Vergeleken andere mensen heb ik gewoon een wat kleiner buikje. Maar wel een heel mooi buikje. Kijk. Bijna 20 weekjes. Mooi hè? De rest vandaag eigenlijk niet zoveel bijzonders. Ik zou eigenlijk naar een vriendin gaan in Rotterdam. Maar dat gaat ook niet door. En ik heb ook echt ontzettend last van mijn rug. En ik voel mij gewoon niet zo lekker. Dus ik denk dat ik lekker heel de dag televisie ga kijken. Dus alvast een fijne maandag en ik ga lekker wakker worden. En ik zie jullie snel. Smoothie jus d'orange met kiwi. Eigenlijk niet meer in te nemen met die foliumzuur. Ja, ik zit nu bijna op de 20 weken en ik neem het nog steeds. Dus ik zal eens even kijken of dat het nog wel echt nodig is. Maar ja, het kan ook geen kwaad natuurlijk. Foliumzuur. Lekker. Maar ja, dat vroeg ik me eigenlijk dus af. Zijn er nog meer mensen die rond deze week nog steeds deze innemen? Let me know, please. Morgen, deze dinsdagmorgen. Ik heb zo lekker geslapen vannacht. Wauw. Het is gewoon 9:30. Ja, ik was wel eerder wakker. Ik heb nog even gewoon lekker een uurtje, denk ik, of een half uurtje gelegen.
Maar nou, het is wat, hè? Oh, echt. En ik had gisteren deze binnengekregen. Ja, ik heb ze alweer dichtgeplakt. Nieuwe shoes. Tommy Hilfigers, maar... Nee, ze zijn ten eerste zijn ze te groot. En ze zijn ook vrij lomp, dus ik denk niet dat het iets wordt. Ook al wordt het een maatje kleiner, namelijk. Ik krijg om de 3 weken een echo. Nou hoor ik van iedereen, is dat dan medisch? Is wel heel erg veel, weet je dat wel zeker? Ik zeg ja, ik heb om de 3 weken, 3 à 4 weken een echo. Of in ieder geval een echo, zo'n controle, weet je. Dat ze even kijken, dat is gewoon een echo in principe. Maar, nou vindt iedereen dat echt ontzettend veel. Dus nou weet ik niet zo goed... Is dat dan veel? Ja, het is voor mij ook gewoon mijn eerste kindje. Dus ik heb ook echt geen flauw idee of dat veel is. Dus laat me weten of dat je dat ook hebt of dat inderdaad heel erg veel is. Het zal wel. Ik heb geen flauw idee. Daar zijn we weer met mijn moeder. Welke kant moet ik op? Ja, dat maakt niet uit. Rechts of links. Waar gaan we naartoe? De kringloop. Oh ja, nog even wat anders. Ik heb zwangerschapsvisio aangevraagd en ik mag morgen gelijk terecht. Waarom heb je dat aangevraagd? Hè? Omdat ik zo'n last heb van mijn rug, toch? Ja. En nou mag ik gelijk al, ik kon gelijk terecht. Dus dat is helemaal top, want ik kan tegenwoordig nog niet eens meer mijn eigen huishouden doen. Want als ik één keer heb gestofzogen, nou en zo'n groot huis heb ik niet, dan heb ik gelijk ontzettend last van mijn rug. Ja. Dat had ik ook in de zwangerschap. Dus. Nou, staat hij aan? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan naar de kringloop. Dus naar de kringloop. En we weten niet wat we daar aantreffen. Ik hoop dat ik een. Ik ben op zoek naar een ledikantje, dus ik hoop het daar te vinden. Ja, even het ouderwetse speelgoed. En het leuke houten speelgoed. Ja. Hier rechts, hè? Ja. Waar gaan we eigenlijk heen? Hoe heet het daar? Dat is Almkerk. Ja, hoe het heet, dat weet ik niet. Oh, ja, kringloop. Ja, dat is gewoon een kringloop. Maar ik weet niet of die kringloop een naam hebt. Maar. Nee, je hebt hem niet goed, hoor. Waar zit je? Noël? Goedendag, het is alweer woensdag. En ik ben onderweg naar Zaltbommel. Want ik krijg mijn allereerste zwangerschapsvisio. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop dat ik er wat aan heb. Want ja, mijn rug, dat is echt killing. Gewoon. Killing. Ik kan gewoon bijna niks meer. En ik ga nou natuurlijk morgen naar de 20 weken. Dus als dat nou al zo is met mijn rug, dan ben ik benieuwd hoe dat de rest van de zwangerschap zal gaan. Dus, ik moet opschieten. Ik heb een kwartier tijd om in Zaltbommel te staan vanaf mijn huis. En dat is kielen. Dus ik ga even heel snel doorrijden. En ik spreek jullie als ik geweest ben. Dan zal ik gelijk even mijn mening erover geven. Net bij de fysiotherapie mijn eerste afspraak gehad. Zwangerschapsfysio eigenlijk. Dus het is eigenlijk, ja, hoe noem je dat? Bekken. Wacht even. Bekkenfysiotherapie. Oh, nou. Bekkenfysiotherapie. En nou, ik ben een beetje gemasseerd, dus heb even gekeken, bepaalde oefeningen hebben me gedaan. Dus schijnbaar hangt mijn ene kant wat meer naar beneden, waardoor ik dus last heb. En eigenlijk wil schijnbaar mijn gewricht niet goed is gekommetje. Dat is dus een beetje het geval. Nou heb ik van haar wat informatie toegestuurd gekregen van mama of zwanger fit. Om dus mee te doen aan een cursus. En eigenlijk gaat het bij mij dus om het feit dat ik me veel te veel aanspan. En eigenlijk een beetje verkrampachtig ben daaronder. Want ik kreeg ook een hele vragenlijst. Zelfs over mijn seksleven. En over mijn poep. En over mijn plas. En eigenlijk heel de reuter beduid. Dus ja. Nou moet ik even kijken of dat ik dan weer mee wil doen aan dat zwanger fit cursus. En dan moet ik volgende week woensdag weer terug. En dan heb ik weer een nieuwe afspraak. Dus ik ben benieuwd. Toen was het alweer avond. En wij hebben net lekker lasagne gegeten. En meestal rond het etenstijd is altijd de baby heel erg actief.
En het was dus zo actief dat... ik het voor de eerste keer heb voelen trappen. Bijna 20 weken en nou gevoel te hebben, eindelijk. We hebben het zo vaak geprobeerd, alleen hij voelde het nooit, terwijl ik het wel voel. En nou heeft hij dus eindelijk echt kunnen voelen. Fijne avond. Doei. Goedemiddag, mag ik zelfs spreken? Hi, een goedemiddag. Heeft u voor mij een cheeseburger, alstublieft? Ja, dat was hem. Dat was hem. Ja, ik heb hem gedaan naar het Instagram. Dank u. Zoals je ziet, ben ik dus bij de Mac. Het is donderdagmiddag en ik heb zin in Mac. Het duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje. En ik wil graag door, dus... hoi, dank u. Doei. Aangekomen thuis. Oh, ik weet dat jullie het ondertussen al weten, maar ik heb zo'n pijn in mijn rug. Ik kan gewoon helemaal niks. Ik ben pas op de helft. Ik kan toch niet nou al niks meer doen, heel mijn zwangerschap. Man, ik ga echt kapot van de pijn gewoon. Zo, nou, klaagmomentje hebben we ook weer gehad. Nou zit ik er dus wel echt letterlijk en figuurlijk aan te denken om dus in ieder geval mij in te schrijven voor die Mama Fit. En ook voor misschien toch iets van zwangerschapszwemmen of zo. Misschien dat het een beetje wat versoepelt allemaal. Nou zou ik dus eventjes een pakketje laten zien die ik besteld heb, het schommelstoeltje. En ik zag dat ik net 2 pakketjes binnen had van ome Ali. Kijk. Dit is hem. Hij is wel leuk, hè? En dit zijn de opties die erop zitten. 5 standen qua snelheid. 12 soorten muziekdeuntjes. Hij kan op lichtstand, dus de relaxstand en op zitstand. En er zit een soort van gym gebeuren bij die je er op en eraf kan klikken. Nou. En ik heb een beetje donkergrijs gepakt. En zo ziet hij eruit. Leuk, hè? En nou hebben we 2 pakketjes van ome Ali. Pakketje nummer 1. Broekverbreiers gekocht. Want aangezien, even kijken, ik mijn broek zo moet dragen. Helemaal opengevouwen. Omdat ik dus te lui ben om zwangerschapsbroeken te kopen. Ik wel iets strakker zelfs kan. Kijk. Hatschikidee! Die kunnen dus gewoon bestellen bij Ali. En die kosten... geen drol. Het was een ecru rompertje. Ja. Die heb ik ook in een andere kleur besteld. Met van die leuke knoopjes aan de zijkant. Jeetje, wat zit hier nou? Mijn little pony haar. Kijk eventjes, hé. Ik ga nou op de bank liggen. Nu kom ik niet meer af. En ik ga even onderzoek doen naar zwangerschap zwemmen. Hier ergens in de buurt. Dus als er iemand nou tips voor me hebt, please, want echt, dit is echt niet te doen. Man. Ik ga op yoga of zo, weet je wel, iets. Ik ga wel even struinen. Ik laat het je weten. Hallo, toen was het alweer vrijdag. Gisteren ben ik echt heel dom geweest. Gisteren gingen we in 1 keer spontaan sushi eten in Zaltbommel in een nieuwe sushi tent. En ben ik gewoon alles vergeten. Gewoon geen camera, niks meegenomen. Dus ik kon het ook niet vastleggen. Nou zal ik deze ook niet echt heel erg aanraden voor zwangere vrouwen. Aangezien ze geen aparte menukaart hebben of aparte sushi die ze voor je maken. En het komt allemaal gewoon op hetzelfde schaaltje. Dus nee, echt aanraden zal ik het niet. Echt lekker sushi wil gaan eten. En die dus ook veilig is voor zwangere vrouwen. Kan je het beste naar Sumo gaan. Want Sumo die heeft dus echt een eigen kaart voor zwangeren.
Waarbij ze ook aangeven dat ze heel veel sushis voor jou apart kunnen maken. Zodat er geen rauwe vis in zit. Of bijvoorbeeld, net als bij de California roll, de kuit weglaten. Dus dan kan je eigenlijk bijna alles eten. En wat ook super netjes is, wat ze doen bij Sumo, is dat ze het op een apart schaaltje voor je serveren. Dus je krijgt echt alles apart. Zodat je echt zeker weet dat geen risico loopt. Nou, hier werd ook alles gewoon op één schaaltje geflikkerd. En dus dat. Dan hebben we ook nog de Zwangerschapsplus app. Die heb ik eigenlijk al heel lang en ik heb het er eigenlijk nooit over. Terwijl dat echt heel erg stom is. Want het is echt super fijn als je bepaalde weetjes wil weten. Of de voortgang wil zien van je kindje. Hoe het groeit. Wat er gebeurt die week. Je krijgt wekelijkse updates. Met allemaal bijvoorbeeld, oh, het kan nu volledig horen. Of het is nou volledig compleet. Je bent nou uit de gevarenzone. Wat gebeurt er in deze week met je lichaam? Ook informatie voor de partner. Dus dat is eigenlijk wel super leuk. En ik heb, heet dat ook alweer? Zwangerschap of zwanger plus heet dat. Je zullen vast wel meerdere hebben. Maar ik vind deze wel heel erg fijn. Ik heb er ook eentje een keer gehad en die liep constant vast. Maar dat heeft deze niet. En nou is dus in week 19 is de baby 25,6 centimeter van kruin tot staartbeentje. Ze doen nu nog geen beentjes erbij tellen, omdat het schijnbaar nog heel erg opgevouwen in de buik ligt. Dus 25,6 centimeter van kruin tot staartbeentje. En het weegt nu 300 gram. En het werd vergeleken met een mango. Want dat is altijd wel grappig in die app. Ze doen het altijd vergelijken met andere dingen, zoals een stuk fruit of een augurk of een kuikentje. Maar dat is best wel leuk. Dan heb je een beetje een indicatie van hoe groot ongeveer, nou, een mango is ongeveer zo. Dus zonder beetjes. Dus dat is wel leuk. Zoek je nog een app, dan is die wel lekker uitgebreid ook. Dus dat is wel fijn. Ik niet zo heel erg veel doen vandaag. Dus mocht ik nog iets gaan doen, dan merk je het vanzelf. En anders dan zie je mij gewoon lekker weer morgenochtend. En dan zitten we alweer op zaterdag. Ik wens jullie in ieder geval alvast een heel fijn weekend. Goedemiddag, deze zaterdag. Het is echt een best wel regenachtige dag. Maar wij gaan gezellig naar de vriendin toe. Want die heeft de sleutel van het huisje gekregen. Dus wij gaan daar eventjes kijken hoe dat geworden is. Dus ik ben benieuwd. Dan zijn we nou onderweg. Ik ga alleen even naar Jacques de Wit bij ons in het dorp. Even wat lekkere bossenbollen halen. Om het natuurlijk te vieren. Dus dat is de planning voor vandaag. Dus dat gaan we even doen. Ja, en dan die halve partij de weg. En niet met die zwarte spikkertjes. Denk je een halfje wil? Nee, dat doe ik een hele. We zijn, zoals je ziet, alweer lekker thuis. Zo, ik lijk wel een drag queen. Oh, dat is best wel heftig, die make-up. Maar goed, ik ben alweer thuis. Ik moet vanavond oppassen op een nichtje. Die is 1 jaar oud. Die blijft hier slapen. Dus ik ga voor de rest ook niet filmen, want ik wil haar er ook niet opzetten. Lekker patatje eten. En voor de rest ga ik dus niet zoveel doen. Want ik heb een babytje te logeren. Dus kan ik alvast een beetje oefenen morgenochtend. Dus wel gezellig. Dus Zit je dan weer, hè, de zaterdagavond op de bank? Nee, het is gezellig. Ze nou even afwachten. Ze wordt elk moment hier gedropt. Dus gaan wij alvast even voorbereiden. Tot morgen. Zo ziet het er al na een half uur uit. Speelgoed. Kinderen voor kinderen. En een kind met de afstandsbediening. Nou, wat wil je nog meer? Zo, het is alweer de volgende ochtend en zo ligt je huis helemaal overhoop, hè Dan? Heb je even kunnen wennen, of niet? Zoals je dus net zag het hele huis is al een puinzooi. Dus dat kunnen we daar eerst opruimen. Pardon, ik heb de hik. Nou, een soepje uitmaken en heel misschien gaan we dadelijk naar het sportium om te gaan zwemmen. Het schijnt goed voor je rug te zijn. Dus dan laten we dat maar even gaan doen. Maar ik ga eerst de soep afmaken en opruimen. En dan kijken we wel weer even verder. Ik ben kapot. Nou hebben we besloten, omdat ik ook echt een koukleum ben. En Danny eigenlijk ook, hè? Ja. Dat we wel gaan zwemmen, maar dan naar een subtropisch zwembad in. Hoe heet het daar ook weer? Noordwijk aan Zee.
Noordwijk aan Zee. Het is wel bijna 1,5 uur rijden, maar het is tot 8 uur open. Het is nu 3 uur geweest, dus ik kunnen mooi nog 4 uurtjes zwemmen en dan blijven we daar wel even wat eten. Dus ik ben benieuwd. Het is wel goed voor mijn rug, denk ik. Dus lekker even zwemmen, lekker warm. Het bad is 32 graden. Je hebt Turks stoombaden, allemaal van die soort whirlpools en dat soort dingen. En wat hadden ze ook weer, een golfbaan? Dus ja, een baan met van die hele grote golven, toch? Golfbad. Een golfbad. Dus, ik ben benieuwd. We zijn nu onderweg, dus doe nog wel eventjes. Ik heb er zin in. Pas je bikini ook. Ik moet niet te veel bewegen, want dan vallen ze eruit. Maar hij past me. Zwemmen! En dan zitten we in een restaurant. Zwemmen was niet zo'n succes, hè Den? Leg maar even uit. Meneer had niet goed gekeken. Ziet er lekker uit, hè? Nou, hè. Volg me, Reggie. Lekker aan het hoofdgerecht. Wat heb jij? Vlees, natuurlijk. En ik heb een lekkere risotto. Ik en Danny zitten alweer helemaal uitgeteld op de bank. Wat was het nou met het zwembad? Danny, die had wel gekeken van, oh, ze hebben een heleboel dingen. Je hebt een jacuzzi en je hebt van alles daar ook. Wat bleek nou? Het is eigenlijk een soort van aqua zwembad van het Oranje Hotel. Wilde je dus van de sauna en andere faciliteiten gebruik maken, dan moest je dus naakt. Dus. Ik denk dat we nog geen uurtje gezwommen hebben. Toen hadden we honger. Toen wilden we eigenlijk daar nog gaan eten. En het eten was daar ook echt heel erg duur. Dus toen zijn we eigenlijk maar weer gelijk weggegaan daar. Oh, en hebben we lekker een restaurantje uitgekozen. Italiaans. Zoals je net hebt kunnen zien. Nou, we hebben 1,5 uur gereden voor, ik denk misschien 3 kwartiertjes zwemmen en even wat eten. En, nu zijn we kapot en zijn we thuis. Maar we gaan lekker nu deze week afsluiten. Danny. Doei. Doei. En ik zie jullie maandag weer.